Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier met mijn kleine zusje. En ik heet Angelique en we gaan vandaag mijn moeder make-uppen. Is ook mijn moeder hoor. Onze moeder make-uppen. Onze mama make-over geven. Hoe gaan we eruit laten zien? Mooi toch? Als een mooie... prinses. Ook al zeggen als een mooie baby. Als een mooie prinses. Nou, ze is nu op dit moment even de make-up aan het afhalen. Ja. Dus dan gaan wij alvast alles klaarzetten. En dan zien we jullie zo. Bang. Wow. Nou jongens, daar is het. Dit is de before. Ik heb... we moeten trouwens hier kijken, anders kijk je schil. Ik heb mijn moeder heel erg moeten smeken om haar te mogen opmaken voor een video. De mensen die me lang volgen, die weten dat mijn moeder nooit houdt van de camera. Dus, nou, daar zit ze dan. Vandaag ga ik mijn moeder opmaken. Maar niet zomaar opmaken, want we gaan er omtoveren als, ja, Angelique zei, een prinses. Ik moet wel één ding eerlijk zeggen, ik heb je mascara gestolen. Dus die moet ik straks wel even teruggeven. Oké, we gaan beginnen met... ja, ik heb dus een donkerdere huidskleur dan mijn moeder. Dus ik kan niet dezelfde foundation gebruiken. Dus ik heb er gevraagd om de eigen foundation... mee te nemen. Wat is dit? Estee Lauder. Moet ik hem mixen met eentje? Ik doe meestal eerst mijn hele gezicht met dit ding insmeren en dan eroverheen. Maar dat is natuurlijk niet de manier, maar hey, het werkt voor mij. Insmeren? Nou, we gaan beginnen met de foundation, jongen. Oh. Oeps. En de Beauty Blender. Is dit jouw kleur? Ik denk het. Oké, we gaan het wel even mixen. Bitch. Nou, we gaan moeten proberen niet... Stil is. We gaan moeten proberen niet bewusteloos te slaan met de Beauty Blender. Wat? Echt, voor hè? Hoezo? Ik ben trouwens heel slecht in mensen opmaken, dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien. Ja. Angelique, ga eens weg. Je bent assistent, je moet daar blijven zitten. Oké, nou, ik vind dat dit wel een goede basis is. Ja, toch? Ja. Oké, dan gaan we nu door naar de wenkbrauwen. Ik ga het even doen met mijn eigen dipbrauw, want die van jou... Mama heeft dit meegegeven. Een kleine opgegeten potlood, dus gewoon de dipbrauw gebruiken voor Benefit. Maar jij tekent je wenkbrauw altijd heel dun, toch? Ja, ik wil die van die... Hexen. Nou, vandaag gaan we wel mooie grote wenkbrauwen maken. Echt moeilijk bij andere mensen. Niet kijken, wacht. Even rustig jij, hè? Echt? Ja, anders ga je zeggen dat je niet mooi vindt en weer het eraf halen. Dat is niet de bedoeling. Angelique. Ja? Nee. Wat? 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 Ga je op de vloer plassen? Dat is wel leren praat, hè? Ja, stout het. Moet alsjeblieft niet slapen. Nee, niet zo goed kijken. Je mag alleen kijken dat mensen even zien dat je hebt gekeken. Oké, nu gaan we even kijken. Even de wenk... ja, ik zeg altijd zagen. Dus we gaan nu even een beetje de wenkbrauwen... De wenkbrauw de goede richting inkammen. We gaan nu met de concealer de wenkbrauwen even iets sharper maken. Oké, wacht. Wat doe jij meestal je eigen wenkbrauwen? Een potlood.
Ja, dat begrijp ik, maar zet je geen concealer? Nee. Dus dit wat jij nu doet is echt super vreemd. Nou, zo hoort het. Draai over. Zo, Angelique, vind je, hoe vind je het? Vind je het mooi? Mama. Oké, nu gaan we even kijken wat er is. We gaan nu de gel in de wenkbrauwen doen, zodat de haartjes zeg maar in richting op blijven. Ik weet niet hoe je het goed uitlegt, maar ja, we gaan nu gel in de wenkbrauwen doen. Oké, cool. Nu gaan we de concealer onder de ogen doen en dan wegdeppen. Ondertussen zijn mijn honden aan het vechten op de grond, kijk. Ja, vechten! Ik zet mijn geld op Peanut. Oké, we gaan verder. Oh, wacht even. Ja, concealer. Kijk maar naar boven. Maar als we klaar zijn, mag je niet gelijk weghalen, hè? Nou, bepaal ik zelf wel. Nee, maar dat is toch zonde als je dan gaat weghalen, als ik het zo mooi heb opgemaakt. Nee, dat moet ik nog eens even afwachten, man. Als er een make-up artist is die denkt dat ze het beter kan, bel niet. Nee. Maar wil je niet een keertje echt mooi worden opgehangen door iemand die het wel gewoon kan, zeg maar? Huh? Geen antwoord? Nee, dus oké. Okay. Alsjeblieft, wil je mama een beetje deppen? Oh, alsjeblieft, op. Ik ben geen kermisattractie hier, zo. Bij de wenkbrauw zijn aan het dansen. Dingen, 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 dingen. Ja, en we gaan nu de banana powder op de gezicht doen. Dat lijkt op mijn banana powder. Deze is wel van mij, die heb ik wel zelf gehaald. Waar is die van jou dan? Dat bedoel ik, die van mij is kwijt. Nee, dit is echt die van mij. Ik moet naar boven kijken. Julie, ik ga eens weg. We gaan jou een andere keer opmaken, ja? Ja. We gaan je opmaken als een heks. Nee. Oké, waar is je finishing powder? Hè? Huh? Heb je geen finishing powder? Heb je het niet? Nee. Finishing powder van Masauda. Gebruik als contourpoeder, omdat die natuurlijk donker is, de haar is, dus die kunnen gebruiken als contour. Je ziet er heel zielig uit. Oké, okay, draai over, anders heb ik geen goede. Hey, rustig, ja. Ja, very nice. Nu gaan we even spray zetten, finishing spray. Echt waar? Nou, nu ben je echt aan het overdrijven. En dan gaan we nu door naar de eyeliner glue. Dit is eyeliner en lijm in één. Voor de lijfjes. Krijg jij oogschaduw op? Wil je dat? Ja? Oké. Okay. Ja, maar ik ben daar heel slecht in, maar we kunnen het proberen. Welke kleur vind je mooi? Doe maar dit nieuwe noten gebeuren hier. Deze? Nee, die. Die. Alsof iemand je blauwe ogen heeft geslagen. Oké, en dan gaan we nu een donkerdere kleur voor de zijkant van de oog doen. Even kijken, deze. En dan gaan we nu de eyeliner zetten. Ja, doe je ogen maar dicht.
Nee, niet je ogen open doen. Er zit toch een streep. Sorry hoor. Angelique, stil is. Oké. Oh shit. Wat? Deze kant is wel mooi, maar ik ben een beetje uitgeschoten bij deze. Maar we gaan het fixen, jongens. Nee, niet je ogen open doen. Je maakt alleen maar erger. Oké, de show must go on, jongens. We gaan even eyeliner een beetje weghalen met concealer. Nou, weg. Maar er is dinges opgekomen. Jongens, deze mascara die had ik hier gepakt uit de badkamer. Was je deze kwijt toevallig? Of mis je hem niet? Mag ik hem hebben? Mag ik hem hebben? Ik moet hem hebben. Pak die roze, zie je dit keer. Ja, en dan gaan we... Dan zijn we alweer bijna klaar. We gaan nu de lashes pick me. Oké, doe maar open. En? Ja, ik wil echt zo raar zeg, voor het eerst dat ik niet. Oh ja. Nou, even wennen. Mama, mag ik zien? Wauw. Mama lijkt op mij, hè? Ja. Ik denk dat mama daar wel zo blij mee is, maar goed. Druk op. Nou, ziet er wel mooi uit hoor, die lashes. Wacht, je mag nog niet kijken. Oké, nog een beetje je wenkbrauw. Oké. Wat? Ik wil een knuffeltje. Ja, maar je praat er doorheen. Peanut heeft er nu, moet je Piet bij Peanut pakken. Oké, we gaan nu de potlood, die opgegeten potlood die je me hebt gegeven, gebruiken als lipliner. Ik heb gewoon de lipliners hè. We gaan deze gebruiken als lipliner. Wat? Ik ga het zo pakken, ja. We gaan niet huilen, hè. Ik ga het zo pakken. Dit gaat niet goed, hè? Jawel, het ziet er goed uit. Mijn lippen zijn zo dik, dus hoezo trekken erin? Het is overline, dat is in de mode. Ik doe niet mee aan die mode nonsens. Wacht, we zijn bijna klaar. Oké, en zie je die pot? Dankjewel mevrouw de assistent. Dat is niet bruin. Dat is ook donker. Maakt niet uit, deze is heel mooi. Zo, even recht. Dan gaan we nu de, dit is de liquid lipstift van NYX. In de kleur Busted. Nu ben je busted met de lips. Wauw. Wauw jongens. Ik had een video met je online gezet en toen vroegen mensen al wat je TikTok was. En veel mensen zeiden ook dat je jonger als ik eruit ziet. Oh. Auw. Sorry. Dat ging echt per ongeluk. Nou jongens, dat was de make-up tutorial met mijn moeder. Wat voor cijfer geven jullie mijn make-up skills? Kijk, in het begin dacht ik ook van oeh, wat gebeurt er nu allemaal? Maar het eindresultaat ziet er verbluffend goed uit. Dus ja, nou heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk... Zeg dat. Ik weet niet wat je moet doen, maar... Duimpje omhoog en dan kun je op mijn kanaal. Delete bij mij wezen. Nee, zeg even duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Wat zei ze? Nou, oké, doei jongens.